Het wijst er toch echt op dat Wendy van Dijk en Erland Galjaard voor de tweede keer in een gigantische huwelijkscrisis verkeren, als ze al niet uit elkaar zijn. Het feit dat beiden al weken weigeren om er een statement over te geven, zegt al wel genoeg, omdat ontkennen echt het allermakkelijkst is als er niets klopt van geruchten die rondgaan. Nu Wendy voor het eerst is opgedoken op een rode loper, namelijk bij een dingetje van Videoland, doken de show media er bovenop. Wie krijgt de scheidingsprimeur? Niemand. Tegen shownieuws wilden ze er niet over praten en bij RTL Boulevard riep ze de hele tijd, binnenwereld, en, buitenwereld, een soort morsecode voor, het is helemaal mis. Een verwarde redacteur van RTL Boulevard dacht uit Wendy's geheimtaal op te maken dat er helemaal niets aan de hand is en kopte: Wendy ontkent geruchte liefdesbreuk. Ehh, dat hoort echt niet, een man erin. HMMM Bully schrijft dat Wendy de breuk met Erland ontkent, maar de ontkenning kan ik hier niet echt uit opmaken, zei Yvonne Koldewijer. RTL Boulevard besloot het fragment van de ontkennende Wendy toch maar te verwijderen van Instagram en veranderde de kop op zijn website in het neutraleren Wendy over geruchte liefdesbreuk. Want ook Aaron Bade, de leider van alle roddeljongens en meisjes bij Boulevard, heeft serieuze twijfels. Aaron vindt dat die Wendy maar wartaal kletst. Ja, ik voel aan mijn zonnevlecht dat hier iets niet klopt. Het is toch een heel raar antwoord eigenlijk als je erover nadenkt. Het is een heel lang antwoord. Ik beroep me op mijn zwijgrecht, zou ik bijna zeggen. Ja, het is een privé-kwestie, uiteindelijk tussen hen over wat zij misschien besloten hebben. Het is volgens Aaron toch wel heel vreemd wat er allemaal speelt. Want waarom heeft Erland opeens, en alleen op zijn naam, een peperduur appartement gekocht in Rotterdam? Dat hebben ze dan weer niet aan Wendy gevraagd. Presentator Luc Ikink, misschien is de Facebook status wel gewoon dat het ingewikkeld is. Het is ingewikkeld. Vivienne van den Assem, een nieuwe vorm, een nieuwe vorm. Aaron, nou ja, een nieuwe vorm en het is ook wachten tot we de eerste foto weer samen van hen zien, want hij was er gisteren niet. Daar ben ik dus wel benieuwd naar. Het antwoord blijft een beetje vaag. Privé-baas Evert Santegoets denkt dat het gewoon hommeles is, zegt hij in de podcast strikt privé. Ze geven geen antwoord en het management ook niet. Dan is er wel wat aan de hand, lijkt me, maar daar zeggen ze dus nog niets over. Anders dan de vorige keer, toen Erland heel erg open was. Hij besluit: ik denk dat ze ergens op wachten, en dan zal het verhaal wel komen, want wil je ooit een nieuwe liefde in je leven, dan zal je eerst door deze zure appel heen moeten.